Schilderen met bister. Nu, bister is een natuurlijk product. Komt meestal in dergelijke flesjes. In verschillende kleuren. Dit is hier het zwarte, gemaakt van notenbolster. Hè. Hier is er de gele variant. Je ziet dat ik hier voor 8,55 euro betaal. Hier 5,35 euro in de betere hobbywinkel. Maar goed, het is een natuurlijk product. Je kan er werk mee maken waarbij je graag een soort van aardetinten nodig hebt. Ik denk bijvoorbeeld aan de typische Afrikaanse masker, zo aan een grottekening of zo kan ook. Hè. Een tekening is eigenlijk een... Je gaat het schilderen. Nu, ik ga eventjes demonstreren met de zwarte variant. Het is te zeggen niet helemaal zwart, de natuurlijke variant. Want kijk, je zal merken, van zodra ik de bolster hier, de bister, hè, kijk, zie je, een natuurlijk product. Van zodra ik dit in water, in helder water, gewoon kraantjeswater ga doen, gaat dat oplossen. Zie je, dat gaat zo mooi oplossen. En dan kan ik dan met een penseel wat gaan mengen. En dan bekom ik ja, een aardetint. Hier iets wat sterk naar het zwart neigt. Wil ik het donkerder, dan doe ik er nog een beetje bij. Ik kan met het flesje ook zo wat erin tikken. Zo, dan maak ik het donkerder. Wil ik het graag lichter hebben, dan doe ik er terug zuiver water bij. Hè. Ook hier weer kraantjeswater kan daar van pas komen. Zo, ik heb een mengeling. Ik heb dit nu in een glaasje gedaan. Nu handig is bijvoorbeeld dat in een klein flesje te doen of zo. Of een klein potje, zo'n wekpotje die je kunt afsluiten dan. Want eigenlijk, dit mengsel kan je blijven behouden. Dus als je dit met je klas doet, zo'n flesje gaat echt wel lang mee. Deze potjes kan je heel lang houden. Zie je, ik heb nu best wel veel aangemaakt. Hè. We gaan dit aanbrengen op een blaadje papier. Gebruik daarvoor best papier dat water wat opzuigt. Hè. Aquarelpapier of tekenpapier zoals dit. Dus gebruik zeker geen glanzend papier, zo van dat fotocopieerapparaatpapier. Doe dat niet. Zo. Dan ga ik even demonstreren. Hè. Dan bekom je eigenlijk dergelijke zaken daarmee. Vrij licht van kleur, zoals ik daarnet heb gezegd, hè, heb ik er water bij gedaan. Nu wil ik het donkerder, kan ik ook nog altijd bister toevoegen op het papier zelf. Deze techniek noemt men eigenlijk nat op nat. Hè. Zie je? Ik heb hier bister toegevoegd en ik kan dat hier dan zo gaan openwrijven. Zo, en op deze manier kan je de mooiste werken maken.